goedemiddag op deze woensdag. Het is 10 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe leekvlog. Ik wil nog even kort terugkomen op gisteren. Ik heb gistermiddag echt een hele leuke middag gehad. Ik had natuurlijk eerst gewoon de boodschappen gedaan. En toen ging ik naar de Vibra en wij hadden dit nu gepland. En dat kwam omdat de Vibra zit niet bij mij in het dorp. Ik heb best wel een gezellig dorpje, maar dat soort winkels ontbreekt. Dus je hebt geen Vibra, je hebt geen Action. En het was voor mij echt letterlijk wel een jaar geleden dat ik voor het laatst bij een Vibra was geweest. En een dorpje verderop zat een Vibra, dus we hadden zoiets, oh dan gaan we daar wel een keer kijken. Ja, verder waren we eigenlijk nog nooit in dat dorpje geweest. Ik probeer ondertussen mijn horloge, maar dat doe ik zo wel eventjes beter vast. Wij waren daar dus verder eigenlijk nog nooit geweest. Wel voor de Action, maar die zit dan niet in het centrumpje zelf. Maar het was gewoon een heel gezellig centrumpje. Het was heel schattig, maar het deed wel heel gezellig aan. Ook bijvoorbeeld terrassen die buiten waren, die waren dan overdekt. En er stonden dan al van die vuurkorven, wat je gewoon een heel gezellig gevoel gaf. Ik vond de Vibra waar ik ben geweest ook echt super mooi. Ik ben volgens mij nog nooit in zo'n grote Vibra geweest. Ik heb vaak namelijk het idee dat de Vibra heel propperig is. Omdat je vaak hele kleine pandjes hebt en ze heel veel spullen erin kwijt moeten. En dat alles een beetje op elkaar gepropt wordt. Maar dat had ik bij deze echt totaal niet. Het was heel geordend en zo. Het was echt, ja, het was super leuk om daar een keer rond te lopen. Ik heb ook wat dingen gekocht, maar er komt nog een shoplog van online. Ik weet alleen echt nog niet wanneer. Ik ga vanavond even, als ik achter de laptop zit, ook een planning maken van wanneer ik welke video online wil hebben. Zodat ik in mijn hoofd ook weet, dan film ik die video en dan die. Dus ik ga daar even mee aan de gang. Gisteravond heb ik gewoon televisie gekeken. Ik heb gewoon Bureau Hofstad gekeken en dat was ook wel weer heel interessant. En daarna ben ik ook eigenlijk met de vlog aan de gang gegaan. Dus die is inmiddels staat klaar. Die moet alleen nog ingepland worden. Er moet nog een thumbnail voor gemaakt worden. Ik heb foto's bewerkt, maar daar moet ik nog even mee verder. Want ik heb het nog niet helemaal afgekregen. Het was toch iets meer werk dan ik dacht. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. En die moet ik even opzoeken. Want ik weet zo uit mijn hoofd niet meer helemaal de naam. Dus ik hoop dat ik hem hier nog heb staan. Quicksand heet die. Het is ook weer een Deense serie. Het valt een beetje onder het Scandinavische genre. En dat ben ik de laatste tijd heel erg gaan waarderen. Vroeger hoefde je er niet mee aan te komen. Maar ik vind het nu toch wel heel erg mooi. En dit gaat over een meisje. Op die school van haar is een moord gepleegd. En zij is aangetroffen bij het lichaam of lichamen. Dat is niet duidelijk. En ze zat onder het bloed en zij is nu hoofdverdachte. Maar er wordt haar heel weinig verteld. Alleen ik heb zelf het idee dat zij het niet gedaan heeft. Maar goed, dat zal het gaan uitwijzen. Het zijn ook maar 6 afleveringetjes. Maar dan weet je wel gewoon dat het allemaal op elkaar aansluit. En dat vind ik wel mooi. Het was heel erg mooi. Ik heb ook Witsen gekeken, dus dat was prima. Lekker mijn boek gelezen. Ik had het wel heel koud in bed. Maar goed, dat is normaal nu het ook wat kouder is. Ik vraag me nu ook wel weer af hoe koud is het buiten. Het is nu 11 graden. Het goede nieuws is dat 7 januari een nieuw seizoen van Flikker Maastricht begint. Dus mocht je Flikker Maastricht fan zijn, zet hem in je agenda. 7 januari, 8:30, nieuw seizoen Flikker Maastricht. Ik heb er zin in. Maar ik was eventjes verbaasd trouwens, want er is zo'n run op de zelftesten. Mijn coach die wilde een aantal zelftesten kopen voor de corona. En die wilde heel graag een pak van 5 hebben. Die dingen zijn letterlijk overal uitverkocht. Trekpleister, Kruidvat. Alleen Lidl had ze nog hier. Maar dan kosten ze los 2,89 per stuk. Ja, als je er dan een aantal wil hebben, loopt dat natuurlijk best wel op. Maar ook daar was gewoon echt een run op. Want ik zag eerst al een man naar buiten komen. Die had al 6 van die zelftesten vast. 1 man bij mij, die voor mij stond bij de kassa, die had er al 3. Dus die dingen gaan als zoete broodjes over de toonbank. Of warme broodjes over de toonbank. Ik weet nooit zo goed hoe die gaat. Maar 1 van die 2. Dus dat is wel verbazingwekkend. Ik hou ook een beetje mijn hart vast hoor voor vrijdag met de persconferentie. Maar ja, weet je, het is wat het is. Je kunt er toch niks aan doen. Dus we gaan het zien.
Ik ga nu zometeen de boel hier doen. En ik moet even de gordijnen wassen. Want ik ontdekte gisteren dat de katten dus op de krabpaal hadden overgegeven. Daar heeft het gordijn naast gehangen. Daar is er dus iets ingekomen. Dus die moet ik nu even wassen. Omdat ik weet dat het erin zit. En normaal gesproken ben ik iemand die 1 à 2 keer per jaar de gordijnen was. En dat ligt er een beetje aan hoe vaak ik heb gecoumet of fonduut. Sowieso doe ik het met kerst. En heel soms nog een keer met Pasen. Maar dan was ik altijd wel even de gordijnen. Dus die ga ik nu wel eventjes wassen. Maar dan kunnen ze eind van de middag mooi weer opgehangen worden. En dan zijn ze mooi weer schoon. Dus dat is goed. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. En ik ga, als ik klaar ben met schoonmaken, nog even bullet journalen. Maar nu eerst maar eventjes lekker aan de gang. Want dan is dat mooi weer klaar. Dus tijd om wat te doen. Zo, ik heb weer lekker schone gordijnen. Ik heb geprobeerd jullie een beetje erbij te zetten met vloggen. Ik hoop dat dat een beetje is gelukt. Maar ik merk toch al wel dat het hier gewoon heel snel donker is. Dus ja, ik hoop dat het even goed wel een beetje is gelukt. Maar ik ben wel heel blij weer met schone gordijnen. En het ruikt altijd gelijk weer zo lekker. De woonkamer is ook verder weer lekker klaar. Dus ging ook vrij vlot. Dus ook weer helemaal blij mee dat het allemaal lekker schoon is. En even lekker nog wat doodles getekend. Dus bullet journalen was ook wel heel erg lekker. Gewoon even lekker relaxed. Ik ben alweer best ver met de doodles. Dus dan loop ik weer mooi vooruit. Dat vind ik altijd wel fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. En de verwarming aanzetten. Want het is koud. Vanavond heb je het perfecte plaatje. Is volgens mij best wel een beetje eng. Want ze moeten fotograferen vanuit een vliegtuig. Dus het is best wel een beetje... spannend of zo. Ik moet eventjes je huis op orde nog even opnemen. Want het komt vanavond. Maar het begint om 9:30. Perfecte plaatje duurt al 10 uur. Dus kan ik dan mooi later nog eventjes. Misschien een stukje terugkijken. En ook vrijdag dan de rest kijk. Nou ja, ik moet de foto's nog even afmaken. En een artikel schrijven. Ik moet ook nog eventjes. Nou, ik even heel goed nadenken. Een thumbnailtje maken. En dan even de vlog inplannen. En verder ga ik vanavond weer verder met Quicksand. En vanavond heb ik dan weer Hudson en Rex, want het is woensdag. Dus ja, op zich wel een lekker avondje voor de boeg. Dus dikke prima, nog even Animal Crossing spelen. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij weer met schone gordijnen. En ja, nogmaals, ik hoop dat de beelden een beetje goed zijn. Nou, als ik kan ik ze hopelijk nog een beetje oplichten... Maar het is gewoon echt alweer een beetje balen dat het nu zo dat het zo snel donker is. En dan ja, merk je ook gewoon dat het, omdat het een beetje een donker dag is, dat het hele huis een beetje donker is vandaag. Maar goed, ik ga nog even dat programma gaan opnemen. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen.
Goedemiddag. Deze donderdag, het is 11 november. Ik ben klaargemaakt en het is vandaag Sint Maarten. Nou, ik ben niet opgegroeid met Sint Maarten. Ik ken het ook niet. De plek waar ik vandaan kom, deden ze er niks aan. Hier schijnt het wel wat meer te leven, maar nou ja, ik heb er zelf niet heel veel mee. Maar ja, voor mensen die het heel leuk vinden, is het natuurlijk leuk. Dus, nou ja, dat. Ik werd wakker met een appje van Nathalie. We krijgen weer een milde lockdown. Ik zei, oh, meen je dat nou? Toen zag ik inderdaad ook het bericht. Ze willen toch een korte milde lockdown ingooien. Maar daar zijn ze nog over in bespreking. Dat wordt morgen allemaal pas bekendgemaakt. Ik vind sowieso dat de persconferentie al wel weer snel volgt. Na vorige week dinsdag. Ik moet niezen, maar het lukt niet. Het lukte. Ja, we dragen eigenlijk nog geen week weer een mondkapje. Dus eigenlijk kun je nog niet zoveel zeggen. Maar qua cijfers snap ik het wel. Ze zullen ook wel gedacht hebben. Vorige keer met de lockdown hebben ze natuurlijk best wel laat besloten om een lockdown te houden. Misschien willen ze nu toch wat sneller daar weer mee komen. Maar goed, het wordt allemaal nog overlegd. Maar ja, je kunt nog helemaal niet zeggen of die mondkapjes zin hebben. Alleen denk ik zelf dat het niet heel veel doet. Omdat het de vorige keer ook niet heel veel heeft gedaan. En je kunt toch niet weten waar de besmettingen vandaan komen. Dus we wachten het gewoon wel af. Het zal morgen allemaal duidelijk worden of vanavond dat ze er al over beginnen. Je weet het niet. Maar ja, het is wat het is. En ja, het blijft een beetje drama, hè, het corona. Maar goed. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken. Dat was echt wel heel spectaculair. Ze gingen foto's maken vanuit een helikopter, onder andere. Vond ik heel tof om te zien. Ik heb zelf één keer in mijn leven in een helikopter gezeten. Ik ken geen hoogtevrees. Dat was echt super tof. Ik heb ook twee keer in mijn leven al een ballonvaart gemaakt. Nou, dat is ook echt een fantastische ervaring, kan ik je vertellen. Dat was wel heel leuk. Ik vond Juvat Westendorp, dat is wel echt een beetje een wagenwasje, want die ging echt gewoon ook op het plateautje daarbuiten staan. Dus ik dacht van, oeh, spannend. Maar goed, je kon wel hele mooie plaatjes schieten natuurlijk. Maar je moet ook wel meenemen. Ze hebben natuurlijk ook wel het nieuwste van het nieuwste aan apparatuur. En ja, het is wel zo. Je moet wel een beetje kunnen fotograferen natuurlijk. Want je kan wel iemand achter de lens zetten met een nieuwste technieken, maar als je niet weet qua instellingen en zo, wordt het natuurlijk niet, ja, wordt het sowieso wel lastig. Tijgertje! Ik moet even ingrijpen hier, want Tijgertje die stormt nu op Mickey af en dan gaat ze aanvallen. Daar heb ik geen zin in. Maar goed, was wel heel erg mooi. Jammer, degene die eruit moest vond ik wel jammer, maar dat zal ik verder niet zeggen, want misschien willen mensen het nog terugkijken. Daarna heb ik even een stukje van Je Huis op Orde gekeken voor mensen die dit programma niet kennen. Dit wordt gepresenteerd door Victor Brandt en mensen die hebben dus hun huis en die hebben ze vol spullen staan en die willen eigenlijk een heel opgeruimd huis hebben. Ze halen dat hele huis leeg op bedden en kasten na. Dat wordt allemaal naar een loods geplaatst. In die loods wordt alles echt op categorie gelegd, dus het gereedschap bij het gereedschap, kleding bij kleding. En dan hebben de bewoners van dat huis 2 dagen de tijd om spullen uit te zoeken. Nou, ik heb het nog niet helemaal afgekeken, want ik wilde daarna ook eventjes het nieuws kijken. Dus ik dacht, nou, dan kijk ik het vrijdag verder af. Want dan heb je toch zo'n loos half uurtje naar de Masked Singer. Maar ik vond het zo schattig, want dat meisje was helemaal weg van Victor. Ze kwamen bij die loods aan, sprong gelijk in zijn armen. Hij moest er ook vasthouden, ze bleef bij hem op schoot zitten. Ik vond het zo schattig. Ja, ik zei het volgens mij 2 weken terug ook al, hoe leuk hij is met kinderen. Maar dat vond ik echt heel leuk om te zien. Daarna heb ik het artikel geschreven. Best wel lang mee bezig geweest, omdat ik nog wat foto's moest doen. Ik heb de vlog ingepland, thumbnail gemaakt. Toen heb ik Quicksand gekeken en dat was ook wel weer heel spannend. Ik vind het echt een hele goede serie. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die verder gaat. En na Hudson en Rex, en dat was ook een hele mooie uitzending, dan was het even zielig. Want Rex die had gesnoven aan, ja, het was iets van drugs. En honden reageren daar zo op, vooral drugshonden. Rex is dus een drugshond. En hij raakte helemaal in shock. Gelukkig waren ze er op tijd bij, maar ik vond het even zo zielig. En ook al weet je dat het nep is, die hond kan dat zo goed spelen. Blijf ik echt heel erg verbaasd over, maar was ook heel spannend. Mijn boek lekker gelezen, dus dat was ook wel weer top.
De orde van de dag vandaag. Ik ga zo stofzuigen en even de bakken scheppen. En daarna ga ik eerst video opnemen. De Action Shop blog eindelijk. Volgens mij zaten een paar van jullie er al op te wachten. Maar het heeft echt wel eventjes geduurd. Ik heb een beetje een planning gemaakt ook nu. Dus als het goed is komt dat wel goed. En als ik die heb opgenomen ga ik nog even bullet journalen. Dus daar ga ik jullie allemaal even bij zetten. Maar goed, nu eerst even stofzuigen en de boel hier klaarmaken. En dan kan ik eventjes lekker de video opnemen. Dus tijd om wat te doen. Zo, hier is alles weer klaar. De video staat erop. Ik heb gelijk ook wat spullen opgeruimd. Dat was wel fijn, want dan kan ik het gelijk gaan gebruiken. Katten hebben ook lekker gegeten. Ik heb even heerlijk gebullet journaled. Was ook wel eventjes heel fijn om weer te doen. Weer eventjes met de mus verder gegaan. Maar ik moet nu volgend jaar wel een nieuwe kopen. Want deze is nu tot dit jaar red ik het nog. Maar dan is die echt vol. Dus ja, dat moet ik nog wel eventjes doen. Maar goed, dat komt begin van het jaar wel weer. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb wel makkelijk eten, dus dat scheelt. Vanavond heb je meester Frank Visser, hoe is het nu met? Dat gaat Victor terug naar de mensen, naar zaken die meester Visser heeft gedaan. En dan heb je Alberto Stegeman, volgens mij ook wel weer heel interessant. Dus wel weer zin in. Mooi avondje om televisie te kijken. Verder moet ik foto's bewerken. Misschien ga ik alvast wat aan de video doen. Ik moet eventjes kijken. En verder ga ik vanavond met Quicksand verder met kijken. En sowieso adem in, adem uit. Dus ja, dat wordt verder de avond niet heel spectaculair of zo. En vanavond lekker mijn boek lezen. En als het goed is, is hij dan weer uit. Maar dan heb ik nog één deel. Dus dat wordt het. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 12 november. Ik ben klaargemaakt. En ik voel me een beetje sip. Ja, langzamerhand druppelen natuurlijk de coronamaatregelen naar buiten. Wat we eventueel kunnen verwachten. Het wordt vanavond pas officieel bekendgemaakt. En dat kan ik op zich nog wel handelen. Ik heb er ook altijd in gestaan van het is wat het is. Je doet er niks aan. Het wordt besloten en je hebt het er maar mee te doen. Maar nu komen ze met een 2G-verdeling. En daar heb ik toch wel zware moeite mee. Vooral omdat er eigenlijk vanaf het begin af aan is gezegd. De keuze voor een vaccinatie is gewoon... vrijwillig. Dat is die eigenlijk nog steeds. Maar je hebt nu of de keuze als er 2G-verdeling er komt, of je laat je prikken en je mag je dingen doen, of je doet het niet en je wereld wordt gewoon super klein. En dat maakt me toch wel een beetje sip. Waardoor ik denk van ja, waar gaan we toch heen met het land? En ja, ik snap best wel, ja Mickey, dat er maatregelen moeten zijn. En je weet natuurlijk dat het hartstikke slecht gaat met corona. Maar waar komt het dan vandaan? Want er zijn nu zoveel mensen gevaccineerd en nog blijft het slecht gaan. Dus ja, dat maakt me toch wel een beetje sip allemaal. Ik weet niet, ik krijg er toch een beetje nare gevoelens bij. Het gevoel van vrijheid ben je een beetje kwijt. En dat komt bij mij nu pas binnen. Dat heb ik in al die tijd van corona nog niet gehad. Terwijl heel veel mensen dat al wel hadden. Maar bij mij komt die nu pas. Maar goed, we gaan het vanavond wel even afwachten. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Allereerst meester Frank Visser, hoe is het nu met? Het was op zich wel leuk dat hij nog even terugging naar die mensen toe om te kijken hoe het er nu voor stond. Na een cover in Nederland, die was heel heftig. Dat ging over een mevrouw die
Die was ziek, ze had iets met haar nekwervels die steeds meer verzakte. Daardoor had zij een operatie nodig. Die operatie kostte 70.000 euro, kon alleen in Canada uitgevoerd worden. En toen had zij dus een stel vrienden en die zeiden: we gaan een stichting oprichten. Daar gaan we geld voor binnenhalen in de hoop dat jij die operatie kan ondergaan. Dat is allemaal gebeurd, maar eigenlijk na een lange tijd hoorde hun helemaal niks meer van die mensen. Ze hebben appjes gestuurd van: joh, hoe gaat het ermee? Hoe staat het ervoor? Er kwam eigenlijk nooit reactie. Op een gegeven moment bleek dat dat geld weg was. Toen hebben ze nog aan die mensen gevraagd van: joh, is er wat aan de hand? Hebben jullie het geld zelf nodig gehad? Nee, nee, was allemaal niet aan de orde. Nou, ze hebben een val opgezet. Alberto ging weer verkleed als Jacques. Die zou zijn verjaardag vieren, want Jacques werd 60 en die man zou daar komen zingen en zijn vrouw kwam ook. Nou, toen hebben ze die confrontatie gedaan. Uiteindelijk hebben ze toegegeven, we hebben het geld zelf gebruikt, want we zaten in financiële nood. En nou ja, het bleek nu wel, ze moesten dat geld gewoon terugbetalen. Dus wat dat betreft, hij had zelfs al een keer vastgezeten voor fraude. Dat geld moest terugkomen, hoe dan ook. Ja, als je het eerst niet hebt, waarom heb je het dan nu wel, denk ik. Maar goed, ze hebben het geld uiteindelijk terugbetaald. Alberto heeft maanden geleden schijnbaar ook al actie opgezet. En uiteindelijk hebben ze door donaties toch dat geld bij elkaar kunnen krijgen. En heeft die vrouw toch de operatie kunnen hebben. Dus dat was wel heel fijn natuurlijk. Maar ik vond het een hele indrukwekkende uitzending ook weer. Ik heb de foto's bewerkt en daarna heb ik Quicksand gekeken. En het werd me gisteren voor het eerst pas duidelijk wie er overleden was in die school. Dat was me gewoon eerst nog helemaal niet bekend. En dat werd mij gisteren pas duidelijk. En daarna had ik adem in, adem uit. Alleen het was een beetje jammer. Want ik dacht, ik ga het wel verder op Videoland kijken. Maar Videoland loopt dus 1 week achter. Dus dat betekent dat afgelopen woensdag aflevering 7 online is gekomen. En die had ik al gezien. Want ik was bij aflevering 8. Dus ik heb me uiteindelijk maar teruggekeken via Kijk. Maar ik ga hem dinsdag dan gewoon weer opnemen. Want dit is niet zo handig. Maar goed, dat was het. Mijn boek is uitgelezen, dus verder prima. Ja, het is nu zo tijd voor de schoonmaak, want de slaapkamer is aan de beurt, eindelijk. Ik ga eerst even de was aanzetten en hier stofzuigen. Dan ga ik lekker mijn bed verschonen en alles weer even goed schoonmaken. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik vind het ook wel weer fijn, even alles lekker schoon. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. Dus eerst de was eventjes aandoen en dan eventjes aan de gang. Dus de eerder ben ik klaar. Dus tijd om wat te doen.
Nou jongens, het is weer klaar. De batterij was op een gegeven moment leeg, dus hij kapte ermee. Maar het is niet mijn dag, dat heb ik al gemerkt. Ik ben een sok kwijtgeraakt. Het stofdoekje waar ik mijn spiegels mee schoonmaak, die was ineens pleiten. Toen sprong er een barst in het scherm van mijn horloge. Nou ja, er zit een screenprotector op, dus ja, verder niks aan de hand. Want het scherm zelf is nog intact, er moest alleen een nieuwe screenprotector op. Laatste screenprotector die ik had liggen. Dus ik heb ook geen backup meer. Het is gewoon drama eventjes. Het is gewoon even allemaal niet zoals ik wil. Ik heb gewoon echt even mijn dag niet. Dus ja, ik heb wel lekker een schoon bed. Maar zelfs dat maakt me nu even niet blij. Ik ga in ieder geval zo nog even lekker relaxen. Even een beetje bijkomen. Straks douchen en eten. Nou, dan heb je die persconferentie. Nou ja, vanavond heb je de Mask Singer. Dat ga ik wel weer kijken. Kan ik me ook niet eens zo heel erg op verheugen vanavond. Ik wil nog even je huis op orde verder afkijken. Ik moet de vlog of de video bewerken, sorry. Die moet in elkaar gezet worden. Ik moet nog mijn artikel schrijven. En daarna ga ik Quicksand kijken en Salamander. Dus dat wordt verder ook de avond. Maar ik kan er nog niet echt naar uitkijken hoe ik me nu voel. Ik voel me nu gewoon echt eventjes een beetje bleh. Maar goed, het zal vast wel weer goed komen. Het zal straks vast wel weer beter gaan, maar voor nu is het gewoon even prut. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ben nu toch niet echt heel erg gezellig gezelschap om met jullie te praten. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is zaterdag, het is 13 november en ik ben klaargemaakt. En Sinterklaas is weer in het land. Lente heeft gekeken op televisie, zat er heel erg lief bij. Die had haar pietenmutsje op en ze had haar knuffels vast. Ze heeft van Albert Heijn een pietje en een Sinterklaasje. Dat zijn dan hamsters. En die had ze op schoot en ze zat lekker onder een dekentje te kijken. Super lief. Ik kreeg gisteren ook super lieve foto's weer binnen dat ze met haar pietenmutsje op zat echt te poseren. Ze zei, stond ik echt zo bij zo. Nu is iedereen weer blij, nu jullie mij zien. Dat helpt altijd wel. En ik hoop eigenlijk voor alle kindjes die naar een fysieke optocht zouden gaan, dat hij ook door heeft kunnen gaan. Het werd gisteren aangehaald in de persconferentie. De burgemeester van, van de stad of het dorp mocht zelf beslissen of dat een intocht door zou gaan, ja of nee. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon aan hun. Ik weet alleen dat hij in Utrecht is afgelast, maar verder heb ik er niks over gehoord of hij nog op andere plekken afgelast is. Maar goed. Je hebt er natuurlijk zelf ook niks meer mee te maken. Maar goed, het is altijd wel weer een gezellige tijd. Nou ja, verder de persconferentie gisteren. Ja, we wisten het allemaal al. Ze komen dus wel echt met een 2G-deling. Alleen dat moet door de wet gewijzigd worden. We hebben een milde lockdown van 3 weken. Dat inhoudt dat je weer 1,5 meter afstand ook houdt. Waar het eerst nog een advies was, moet het nu. Je moet weer zoveel mogelijk thuiswerken, tenzij het niet anders kan. En daarnaast horeca supermarkten om 8 uur dicht. En de niet-fysieke winkel, of de niet-fysiek, de niet-noodzakelijke winkels om 6 uur. Ja, een beetje, eigenlijk missen hun alleen maar zeg maar de koopavonden. En er zullen nu geen extra koopavonden zijn voor Sinterklaas. Die ze normaal altijd wel houden. Maar ik weet eigenlijk niet op welke datum we over 3 weken zitten. Dus dat durf ik even niet te zeggen. Maar goed, dat zodoende zeg maar. Ik kreeg wel eventjes een niet zo leuk bericht. Mijn oma die heeft corona. In het verzorgingshuis waar zij zit was vorige week al corona gedetecteerd. En nu was zij van de week niet zo lekker, dus ze moest al op de kamer blijven. Nou, daar doe je mijn oma geen plezier mee, want ze vindt het juist leuk om in de huiskamer te zitten om te kletsen met andere mensen. Want op haar kamer zit ze natuurlijk helemaal alleen. Maar ja, ze is dus toch positief getest helaas. De huiskamer zit nu ook dicht, er mag niemand zitten. En ik geloof dat woensdag iedereen getest wordt daar. Ze mag wel bezoek hebben van mijn moeder, mijn oom en tante. Maar die moeten zeg maar in een speciaal pak. Met ja, ik denk zo'n soort, ik denk dat ik aan zo'n soort pak moet denken die forensische mensen aan hebben bij een moord. Als iemand is vermoord, dat, dat ik denk dat je zo'n soort pak aan moet, denk ik, maar dat weet ik niet zeker. Of misschien zo'n soort RIVM-pak die de GGD-mensen soms dragen op plaatjes. Maar dat is natuurlijk wel heel erg sneu en
Ja, ik hoop dat ze er snel weer vanaf is. Dus dat was even minder. Gisteravond heb ik de Masked Singer gekeken. Was wel weer heel erg leuk. Was wel weer met een extra optreden. Ik had echt letterlijk geen idee wie het waren. Het elfje moest er dit keer uit. En ik zat er ook compleet naast. Want degene die erin zat was een complete verrassing ook. Dus die had ik ook niet zien aankomen. Maar was wel weer leuk. Daarna heb ik even Je Huis op Orde gekeken. Afgekeken. Dat was heel erg mooi geworden. Echt heel anders. Dus ja, dat was wel heel erg mooi. Toen ben ik gauw de video gaan editen en mijn artikel gaan schrijven. Maar dat is allemaal gelukt. Ik had Quicksand. Ik heb nu nog twee afleveringen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd verder. En ik had de ene laatste aflevering van Salamander. Dus vanavond heb ik echt de laatste aflevering. En dat was zo lekker om in een schoon bed te slapen. Want ik had dus een dek met overtrek wat zo zweette. En nu heb ik gewoon weer een hele fijne drop liggen die niet zo zweet. Dus dat was allemaal wel fijn. Ik ga zo stofzuigen en de bakken even scheppen. Ik ga even alle kleding weer wassen. En de bedoeling is dat ik eventjes aan de gang ga boven met dat rek van IKEA. Ik heb er namelijk iets voor gekocht en ik hoop dat dat gaat werken. Maar dat laat ik jullie straks even zien. Ik probeer jullie daar ook even bij te zetten. Boven is het wel wat lastiger. Dus de beelden zullen misschien iets minder helder zijn of zo. Maar ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Even kijken of dat allemaal lukt. Maar ik ga eerst hier eventjes wat doen en dan zal ik jullie even meenemen in dat project wat ik dus heb gekocht. Nou, ik heb dus van deze zelfklevende spijkers gehaald. En ik ga die even proberen of ik die boven op kan plakken. Zodat ik het IKEA-rek kan ophangen. Dus daar ga ik jullie even in meenemen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus met gewone spijkers schroeven kom ik er helaas niet doorheen. Dus ik ga even kijken of dit werkt. Dus ja, laten we het proberen. Dus prima met die spijkers. Je moet ze wel even heel goed aandrukken. Kijk, ik heb hem nu niet heel zwaar. Maar ja, eindelijk hangt hij dus. Ja, het beste is wel met spijkers, maar dat krijg ik gewoon hier helaas niet voor elkaar. Dus ja, het is nu even wat het is. Maar ja, ik ben wel heel blij met het resultaat zo. Dus ik kan hem nu verder nog gaan opbouwen. Maar dat komt wel weer een keer als ik daar kom. Dus ja, voor nu is het wel weer eventjes heel erg fijn zo. Ik had me toch een beetje vergist. Het was toch wel echt een glasplaatje. Die zit er nu dus mooi op. Je ziet hier helaas nog wel een beetje lucht en hier ook. Ik krijg hem er niet helemaal goed op, maar hij is in ieder geval weer beschermd. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar hij zat dus, het glasplaatje zat dus hier ingeplakt. Dus vandaar dat ik dacht dat het niet echt een glasplaatje was. Maar dat was hij dus uiteindelijk toch wel. Er zitten alleen dus geen doekjes bij. En dat was wel een beetje lastig. Dus vandaar dat ik dit spreetje heb gebruikt. En daar heb ik hem heel goed mee schoongemaakt. Maar wel blij dat hij er nu toch op zit. Dus dan is hij in ieder geval weer goed beschermd. En toch een beter glasplaatje dan ik dacht. Zo zie je. Je denkt in eerste instantie het is niet goed. Maar dan was het toch goed gelukkig. Zo, klaar. Ik heb, nou ja, je hebt kunnen zien. Ik heb het rek opgehangen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was met filmen. Het was heel lastig boven. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dus ik zal nog even wat aan de lichtaanpassingen doen. Om te kijken of het een beetje duidelijk voor jullie is. Ik heb de screen protector even geplakt. Dat was heel fijn. Maar ik ben wel blij dat het rek hangt. Want ja, dat stond toch wel weer een goede optie om plakspijkers te gebruiken. Want het werkt dus wel. En hier komt ook best wel wat kilo aan. Je hebt ze in verschillende maten en soorten. Je hebt ze zelfs voor buiten. Dus
Ja, mocht je ook een moeilijke muur hebben waar je toch graag aan wat op wil hangen, maar waar je niet doorheen komt, zijn die plakspijkers dus wel een ideetje. Gelijk die grote spullen weer eruit, dat is ook altijd wel fijn, want het geeft altijd zoveel rotzooi. Dus dat was heel erg fijn. Fijn dat de screenprotector erop zit. Ja, toch stom dat je dan zo kan vergissen, maar ik ben zo blij dat hij nu weer beter beschermd is. Het voelt voor mij heel goed. Lekker even gebullet journaled. Zelfs nog een deel opgenomen voor een opruimvideo die er nog aankomt. Dus wat dat betreft, lekker bezig geweest. En nu ga ik zo even lekker relaxen, want nu ben ik het wel zat. Dan straks douchen en eten. Vanavond heb je niet heel veel op televisie, dus ik ga wat dingen terugkijken. Sowieso even vier handen op één buik. En verder moet ik even kijken wat ik nog kan terugkijken. Normaal had ik natuurlijk Flikker Rotterdam op zaterdagavond, maar dat is niet meer zo. Dus ik ga wel even wat opzoeken. En ik ga gewoon met de vlog aan de gang om die alvast voor het grootste gedeelte weer te editen. Verder ga ik ook naar Quicksand kijken en heb ik Salamander. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair, maar gewoon prima. Ik heb ook makkelijk eten, dus dat scheelt ook altijd wel weer. Gewoon frietjes vanavond. Zaterdag is frietjesdag. En ja, dus eigenlijk nu alweer eventjes een lekker dagje. Dat is ook wel weer fijn. Ik ga dan nu even lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder toch niks meer te doen of te vertellen en zo. Ja, ik heb een foto gezien van mijn oma. Ze lag echt heel ziekjes in bed. Ze zag er echt heel zielig uit. Dat, ja, dat komt wel eventjes aan. Maar ik hoop gewoon dat ze heel snel van de corona af is. Maar goed, ze moeten het even afwachten. Ik ga in ieder geval bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 14 november en ik zit lekker in mijn chill outfitje. Ik heb mijn onesie aangetrokken en het zit heerlijk. Ik heb gisteravond eigenlijk alleen even vier handen op één buik teruggekeken. Ik had namelijk iets later met mijn moeder gebeld. Wij bellen iedere avond en ja, mijn moeder die had mijn oom en tante eventjes op bezoek, dus die gingen wat later weg, dus daardoor hadden we wat later gebeld. En ik had er ook eigenlijk niet zo heel veel meer aan terug te kijken. Vier handen op één buik, het was een hele mooie uitzending, alleen het is wel heel erg veranderd in de jaren. Ten eerste valt het me op dat de meiden niet meer super jong zijn, wat natuurlijk hartstikke positief is, want op je 14e een kindje, dat lijkt me ook heel heftig. Niet dat dit meisje niet jong was hoor, ze was 18, dat is nog super jong. Maar wat me nu eigenlijk al twee afleveringen achter elkaar opvalt, is dat deze dames het heel goed voor elkaar eigenlijk al hebben. Ze hebben een vriend, ze hebben een huisje. Dat ik me soms afvraag van wat doet dit programma dan daar? Want ze hebben alles al zo goed op orde. En als ik dan kijk naar de beginjaren, een aflevering wat me nog steeds heel erg bijstaat, dat is er eentje waar Tatum Dagelet bij ging helpen en dat meisje dat had geen idee wat een kindje kostte. En toen weet ik nog dat ze naar een drogist gingen en dat ze allemaal babyspullen gingen kopen. En dat ze uiteindelijk een heel groot bedrag moesten afrekenen. Wat zij eigenlijk niet eens had. Dus volgens mij is het door het programma betaald. Dat maakt ook niet uit. Maar dat meisje had helemaal geen weet van wat een kindje kostte. En de dames tegenwoordig die zijn van alles best wel goed bewust. En ze hebben eigenlijk heel weinig hulp nog nodig. Dus ik vraag me soms een beetje af van ja, waar heb jij dan de hulp bij nodig? Maar goed, dat is mijn beleving en mijn idee. En ja, ik heb een beetje het idee dat het niet meer zo is als vroeger. Dus in dat opzicht gaat het programma een beetje zijn doel voorbij, denk ik soms. Maar goed, nogmaals, dat was wel een hele mooie uitzending hoor. Ik heb de vlog al af tot en met gisteren. Dat was ook wel lekker. Ik heb Quicksand gekeken, de ene laatste aflevering. Het was zo spannend. En daarna had ik de laatste aflevering van Salamander van seizoen 1. Dat was ook super spannend. Dus nu kan ik volgende week met seizoen 2 beginnen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar het was echt wel, ja, een fijn avondje. Mijn boek weer lekker gelezen. Ik had heel veel moeite om dit boek weg te leggen. En dat is zo gek, want ik ben dit boek aan het lezen. En er komt toevallig iets voor waar ik nu zelf ook mee rondloop en dan denk ik van, oh, hoe apart dat ik dit boek dan nu lees. Dat dit dus gebeurt ook in dit boek. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik heb hem vanavond wel uit. Want het is een reeks, maar het zijn maar 157 of nee, 177 bladzijden, zoiets. Dus wat dat betreft ben ik daar heel snel doorheen. Tijgertje die was heel erg krols gisteren. Ik lag op een gegeven moment in bed, toen had ze er heel erg last van. Toen ben ik even bij haar gaan zitten, heb ik er even heel
geaaid en zo en even gerustgesteld. En ineens was ze ook helemaal stil. Dus nou, ik heb het idee dat ze er wel weer doorheen is. Maar ja, dat haar helemaal gerust kon stellen, dat ik er echt even ging aaien en helemaal bij ging zitten, dat was wel heel fijn. Vandaag op de planning niet heel veel. Ik ga eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Sowieso foto's maken en ik denk nog even wat opruimen. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Ik wil me niet te druk maken. Ik heb een beetje buikpijn, dus ja, het is allemaal ja, gewoon even lekker. Dus relaxed. Maar goed, dat zeg ik elke zondag. En elke keer scharrel ik wel weer wat op om te doen. Dus ja, ik heb nog gevraagd of Lente nog wat in de schoenen heeft gekregen. Want die mocht schoentje zetten, maar heb ik nog niet gehoord. Dus ik ben wel benieuwd. Mijn moeder is nu bij mijn oma, zoals ik al vertelde, dus we mogen er dus wel heen. En ze had helemaal zo'n pak aan. Ik zeg, nou, je lijkt me zo'n forensisch mensje. Ja, ik hoop eigenlijk dat het vandaag iets beter gaat. Want gisteren lag ze wel echt, zag ze op de foto er echt heel ziek uit in dat bed. Ze mogen me ook maar koffie geven of gewoon drinken. Alleen ze mogen nu zelf daar ook niks drinken. Ja. Ze was wel heel snel moe, ook gisteren hoorde ik. Dus het kan zijn dat mijn moeder er nu ook niet zo heel lang is, omdat ze ja, gewoon wel heel erg vermoeid is. Dus ik ga het straks horen. Ik ga eventjes stofzuigen en zo en de dingetjes doen. En dan laat ik straks even de fotospullen zien. Dus dat is eventjes de planning. Dus ik ga eventjes aan de gang. Zo, de fotospullen. Ik heb hier twee Sweet Lip Color paletten van Miki. Die ga ik testen. Ja, dit is de 604 Sweet Oblivion. En dan heb ik hier de variant 607 Scared Sin. Dus die. Ik ga dit geurtje testen. De Eau de Toilette Lipstick. En de Coffee to Glow collectie van Essence. Dan heb ik hier een highlighter. Dit is een Healthy Glow Face Scrub. Lipscrub heb ik hier. Dit is een Under Eye Energy Treatment. Ik heb hier nog een Body and Mind Wake Up Mist. En dit oogschaduwpaletje. En nog een kastje. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Dus dan is dat mooi klaar. Ik heb boven even de was in de kast gedaan. Ik heb het een en ander opgeruimd. Maar ik hoop er van de week nog even mee verder te gaan. Maar goed, eerst even foto's maken. Zo, tijd om dit lekkere rolladetje even te gaan aanbraden. Ik heb er al helemaal zin in, dus ik ga hem lekker eventjes in de pan doen. Ik ga even de boter erop zetten en dan gaat het er lekker in. Dus dat wordt heerlijk smullen vanavond. Zo, deze is aangebraden. Die kan nu lekker even doorpruttelen, want ik heb hem op laag vuur staan. Dan heb ik vanavond een heerlijk rolladetje. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb er al zin in. Zo, ik ben inmiddels ook klaar. De foto's zijn gemaakt. Ik heb ook al geïmporteerd op de laptop. Moet ik alleen nog eventjes de lampen en zo opruimen. Maar dat kan altijd pas later. Omdat je dan ziet dat ze nog te warm zijn. Dus ze moeten eerst even afkoelen. Nou ja, zoals ik zei, ik heb wel wat opgeruimd. Maar het is nog niet goed genoeg. Dus ik hoop van de week nog even verder te gaan. Maar op zich was het wel een lekker middagje zo. Ja, gewoon lekker bezig geweest met mijn eigen dingen. De groenten zijn afgehaald. Dus eigenlijk allemaal prima. Ik ga zo nog even lekker relaxen, want ik heb wel heel erg last van mijn buik. Dan ga ik straks lekker eten. Eerst douchen en daarna eten. Vanavond heb je de dating quiz. Dat ga ik kijken en even Rotterdam mee dodder. Ik ga deze nagels doen. Ik ga even foto's bewerken. En vanavond heb ik de laatste aflevering van Quicksand. Vind ik wel heel jammer, maar ga ik weer op zoek naar iets anders leuks, want er is echt heel veel. Dus wat dat betreft, de keuze is reuze. En ik heb vanavond een witse, dus dat is het ook wel. Maar in ieder geval wel een lekker avondje. Gewoon lekker vanavond een bakje koffie. Even lekker Animal Crossing spelen. Gewoon even lekker relaxed. Katjes hebben net ook heerlijk gegeten, dus dat is ook weer top. Dus ja, wat dat betreft ben ik eigenlijk wel tevreden over dit dagje. Ik vind het altijd best wel lekker even de zondag. Dan ja, ben ik eigenlijk ook even helemaal niet meer met mijn uiterlijk bezig. Dan laat ik even de boel. Ik heb ook nog steeds een beetje last van mijn oog. Ik trek makkelijke kleding aan. En ja, ik doe gewoon even waar ik zin in heb. Dat dus vind ik altijd wel heel lekker. Maar goed,
Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik heb zo even app-overleg, geloof ik. Dus dat ga ik eventjes doen en even relaxen. Dus ik zou deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 15 november. Ik ben klaargemaakt. Eigenlijk al een tijdje geleden. Ik ben namelijk vanochtend even weg geweest. Het heeft een reden. Ik ga er wel even wat over zeggen, maar ik zeg dit niet omdat ik reacties wil uitlokken of commentaren wil krijgen. Ik heb hier namelijk ook eigenlijk nooit wat over gezegd in de vlog. En dat komt omdat ik vind dat iedereen zijn eigen mening moet hebben en ik mensen niet ga veroordelen hierover. Het gaat even over het vaccinatiebeleid. Ik heb namelijk vanochtend mijn eerste vaccinatie gehad. En waarom heb ik hier nooit wat over gezegd? Omdat ik al vind dat er genoeg gezeik over is. En ik ben heel erg van mening, als je wilt laten vaccineren en het voelt goed en je hebt er geen bezwaar tegen, ja, is dat prima. Maar wil je dit niet, is het ook prima. En zo werd het in het begin natuurlijk ook gezegd toen ze daarmee kwamen. Het is niet verplicht, dus het is allemaal oké. Nou ja, toen kwam het verhaal van, als we zoveel procenten hebben gehaald, dan hebben we corona weer onder controle en is het allemaal goed. Maar ja, dat bleek dus niet zo te zijn. Ik heb zelf een beetje het gevoel dat er allemaal dingen worden voorgeschoten die uiteindelijk dus niet kloppen, maar oké. Afgelopen week kwam natuurlijk het bericht naar buiten over de 2G-verdeling en toen ben ik een beetje gaan nadenken. Shit. Laat ik vooropstellen dat het voor mij vanaf het begin af aan niet goed heeft gevoeld om een vaccinatie te nemen en ik deel die mening nog steeds, maar ja. Ik ga even uitleggen waarom ik het dan toch heb gedaan. Mijn leven is natuurlijk al vrij klein. En ik geniet heel erg, zoals vorige week dinsdag, dan ben ik eventjes naar de Vibra geweest. Daar geniet ik gewoon heel erg van. Dan heb ik een superleuke middag. Daar kan ik weer eventjes op doorteren. Voel ik gewoon super fijn. Was echt genieten. Maar ja, toen kwam de 2G-deling. En toen, dan is het natuurlijk zo, als je niet gevaccineerd bent, je mag niks meer. Je mag nog naar de supermarkt en je mag naar je werk. Maar heel veel winkels laten je niet meer toe. Toen dacht ik, ja, als ik dat stukje ook nog kwijtraak, wordt mijn leven nog gedesoriënteerd. Of ja, desoriënteerd, dat is eigenlijk niet het goede woord. Nog kleiner, moet ik zeggen. En ja, eigenlijk ook wel met familie over gesproken en hoe mijn leven nu is. Ik kan er prima mee leven, ik weet al niet beter. Maar als ik dat stukje ook nog kwijtraak, denk ik dat ik me heel eenzaam zou gaan voelen en nog minder aanwezig of zo. Dus toen zei mijn vader al, vrijdag, die had ik gesproken, als je het nou wil, kunnen we maandag al gaan. Toen dacht ik, ja, maar dat is wel snel. Dus ik heb ook gezegd, ik ga eerst de persconferentie afwachten wat er van gezegd wordt. Nou ja, helaas begonnen ze er dus over. Dus toen belde hij zaterdag op. Heb je nog over nagedacht? Ik zeg, nou, eigenlijk niet. Ik sta er nog steeds niet achter. Wat mijn redenen daarvoor zijn, die laat ik lekker in het midden, want er is al genoeg gezeik. Maar goed, ik zeg, ik ben bang dat ik er niet onderuit kom. Want ik voel, het voelt voor mij dus echt wel een beetje als een verplichting. En dat is het niet, want ja, je hebt gewoon de keuze. Of je wilt gewoon je dingen blijven doen die je nu doet en je neemt je prikje. Of je geeft niet om die dingen en je doet het niet. Dus toen zei hij, nou, dan gaan we er maandag heen. Dus toen heb ik dat gedaan. Ik moest helaas wel een eindje verderop. Het kon hier bij mij niet in de buurt. Ik ben ook zonder afspraak gegaan. Dus ik kon daar om 11 uur vanaf 11 uur terecht. Ik ben daarheen gegaan, moest even een verklaring invullen. Ik heb mijn handen gedesinfecteerd. Nou, dat beet natuurlijk weer als een malle, want ik heb hier nog steeds zo'n plekje zitten. Dat beet hartstikke. Nou, moest wat gegevens opgeven, ook daar ook bij zo'n loketje. Nou, toen was ik aan de beurt. En ik dacht, ze gaan het eerst schoonmaken. Dus ik denk, wat prikt dat schoonmaker? Het prikje zat er dus al in. Het viel uiteindelijk wel hartstikke mee. En ik ben gewoon heel bang voor prikken. Ik was ook heel erg bang dat ik helemaal niet lekker zou worden. Dus eigenlijk niet gebeurd. Ja, in de auto werd ik op een gegeven moment een beetje misselijk. Maar goed, waar dat aan ligt, dat weet ik niet. Normaal heb ik het niet. Dus verder ging het wel goed. Ik merk alleen nu dat mijn arm wel stijf wordt. En ik had, nadat die prik gezet was, had ik wel het idee dat het heel erg
warm aanvoelde. Maar goed, het is dus nu gebeurd. Ik moet op 6 december mijn tweede halen. En dan ben ik dus toch wel gevaccineerd. Ondanks dat het voor mij nog steeds niet goed voelt. Maar oké, om toch een beetje mijn leven te kunnen blijven leiden zoals ik het nu doe. Daar heb ik het eigenlijk voor gedaan. En ook wel om nog eens mijn oma te kunnen opzoeken. Dus dat eigenlijk is het verhaal. Ik ben ook even naar de Action geweest. Ik heb een kerstboom gehaald en nog een paar andere dingetjes. Maar die zal ik zo wel eventjes laten zien. Ik heb wat Sinterklaas cadeaus gehaald. Die laat ik uiteraard niet zien, want ja, dat is nog een verrassing. Maar als ze doorgaat, gaat over 2 weken de 2G-deling al in. Ja, en ik wil dan toch zodra, ja, misschien 5 december, dat ik dan toch mijn boom wil kan zetten. Maar goed, dat laat ik nog even zien. Gisteravond heb ik de datingquiz gekeken. Dat was hartstikke leuk. En er was een match. Ja, was zowaar. Ging het heel goed. Daarna heb ik even Holle Domidolle gekeken. Dat was de laatste aflevering. Was ook wel weer mooi. En toen heb ik de foto's bewerkt. En de laatste aflevering van Quicksand gekeken. En ik was echt zwaar onder de indruk. Het was echt heel erg mooi. Ik had het niet verwacht. Ik zag het niet aankomen. Maar ik heb er heel erg van genoten. Helaas is het nu over. En toen had ik witse. Ik heb ook mijn nagels gedaan. En dat zal ik even laten zien. Welk kleurtje dat is. Die had ik nog niet meegepakt. Maar goed dat ik aan links geprikt ben. Want met rechts doe ik alles. Dat was ook eigenlijk mijn intentie. Had ik hem nou wel gepakt? Waar staat die? Waar is de nagellak? Ik zal hem eens even opzoeken. Dit is hem. Een rood kleurtje van Max & More. 423, de kleur Charmer. Dus ja, die ben ik lekker aan het testen. Ik zal even de spulletjes van de Action erbij pakken die ik kan laten zien. En dan ga ik zo aan de gang. Ik ga de gang doen, de kattenbakken. Mijn coach komt wel morgen. Had ze vanmorgen al geappt. En de douche doen. En ik hoop dat het allemaal een beetje lukt. Want het begint pijn te doen en stijf te worden. Dus laten we hopen dat het lukt. Maar ik ga even de spullen pakken. Dit is de kerstboom. Het is de standaard kerstboom van de Action. Ze hebben ook kerstbomen met licht, maar daar heb ik niet voor gekozen. Dus dan heb ik in ieder geval een nieuwe en deze is 1,80 meter. Dus dat is die. Ik heb even 2 rollen Sint-papier voor de cadeautjes. Dan heb ik alvast setjes kerstkaarten meegenomen, want ja, de tijd komt er straks weer aan. Dus die. Heb ik nog een paar gekleurde stempel inkpads gekocht. Een paarse. Een oranje. En nou, ik had er nog één. Kijken waar die is. Oh, hier. Een groene. Secondenlijm. Want ik had heel mooi boven mijn rek opgehangen en die muur is zo koud dat die plakkers niet blijven plakken. Dus ik ga ze nu met secondenlijm van plakken en dat lukt. Ik heb ook kerstlichtjes gekocht en ik besefte ineens, oh ja, mijn kerstlichtjes heb ik vorig jaar gesloopt. Dus die. 2 van deze voor de Apple Watch. Weer nieuwe screen protectors. Aangezien deze niet helemaal goed op zit en ze best wel breekbaar zijn. Dus daar heb ik er dus 2 van. Ik heb nog zo'n gel eyeliner meegenomen die ik laatst ook in de shoplog had. Zo'n setje met potloodjes. Medium graffiti potloden. En oh ja, van deze pennetjes voor black and white, voor gekleurd papier. En dit is een, ook voor een journal. En ik heb nog zo eentje meegenomen voor foto's. En nog zo'n kerstding. Zo'n geurverfrisser. Oh ja, en een sporttas. Want het probleem is, mijn sportspullen passen niet meer. Dus hier ga ik nieuwe sportspullen in doen. En dan kan ik die bak, die wil ik gaan hergebruiken. Dat ga ik straks gelijk even laten zien waar ik die voor ga doen. Dat waren even de spulletjes. Ik ga het nu eventjes een beetje opruimen. En dan ga ik straks, dan ga ik zo eerst even lekker aan de gang. Want des te eerder ben ik klaar. Het is zo'n donker dagje vandaag. Ik had vanochtend de lampen aan. En die was ik vergeten uit te zetten. Dus ja, toen kwam ik weer terug. Oh, de lampen branden nog. Maar goed, geeft niet. Ja, ik ga jullie meenemen. Ik heb al een heel lang verhaal lopen kletsen. Maar goed, ik wilde het toch even met jullie delen. En ja, ik ga eventjes wat doen nu.
even in de douche beland. Ik heb hier allemaal voorraadspullen liggen. En ik heb dus hier de bak staan. Waar dus nu, die dus nu leeg is. Sportspullen. Dan dacht ik, als ik alle spullen voor de douche en eventueel voor het toilet hierin stop. Dan heb ik het gewoon altijd bij de hand. Want ik merk nu dat ik elke keer naar boven moet als iets op is. En dat is gewoon super onhandig. Dat ga ik nu in deze bak stoppen. Dat leek mij een goed idee. Kijk, de bak staat nu daar. Ik heb hem even ingezoomd, want ik wil niet op een natte vloer staan. Maar hij staat dus daar onder de stelling, dus dat kan zo mooi. Dus dan kan ik het mooi ook weer bijvullen en dingen uithalen. Dus dat is top. Zo, ik ben weer klaar. Het schoonmaken viel me een beetje zwaar, want ik heb echt wel last van die arm. Ik had het ineens ook heel erg warm, dus ik dacht, ik ga voor de zekerheid even mijn temperatuur opmeten. Ik had gelukkig geen koorts, maar... Ja, voor mijn gevoel was het toch niet helemaal geweldig. Maar goed, ik heb dus gelukkig geen verhoging. Hij was gewoon de normale temperatuur die ik normaal heb. Maar ja, het voelde gewoon even alsof ik een beetje koorts had omdat ik het zo warm had. Maar mijn moeder zei ja, het zou wel kunnen hoor, omdat die arm ook gelijk warm werd na het prikken. Dus nou, ik ga gewoon even wat meer drinken nu vanavond ook. En straks even lekker de warme douche erop. Misschien dat dat ook wel een beetje helpt tegen de stijfheid. Op zich wel lekker bezig geweest. Alles weer klaar. Ik was vrij op tijd klaar. Dus ik heb zelfs nog een afwasje weggewerkt. En ja, dat was wel fijn. Toen kregen hun lekker eten. We hebben ze als goed is nu op. Ja, ze zijn klaar. Dus die zijn ook weer blij. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik ga even erbij liggen. Ik ben zat. Dan even douchen en eten. Vanavond ga ik even de roer om nog kijken. Want heb ik nog op de band staan. En uiteraard goede tijden. En vanavond heb je weer Cupido of zo. Daar heb ik wel zin in om te zien. Ik ga een artikel schrijven. Dus dat is mooi. En ik moet een nieuwe Netflix serie uitzoeken. En ik heb letterlijk echt nog geen idee wat ik wil gaan kiezen. Dus dat ga ik ook nog even doen. Wordt nog even een leuke zoektocht. Maar er is gelukkig heel veel te vinden. En aanstaande zondag komt in de cover online. En daar heb ik heel veel zin in. Maar goed, dat duurt nog even. Dus ik ga even wat opzoeken. Ik ga sowieso ook een wit kijken. En ik moet ook een nieuw boek starten. Want mijn boek is helaas uitgelezen. Zo'n mooie reeks. Je had nog best even verder mogen gaan. Maar ja, een keer is klaar. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga straks ook nog even videobellen met mijn moeder Nathalie en Lente, verwacht ik. Want ik heb Lente ook al even niet gezien. Dus ik hoop dat we even gaan videobellen. Dus ja, dat is eigenlijk verder de planning. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag, het is dinsdag. Het is 16 november. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo boodschappen doen. Mijn coach zou dan 2 uur zijn, maar die is iets eerder. Dus die komt zo al. Ik heb niet zo heel lekker geslapen. Mijn arm deed heel erg zeer van de prik. Maar goed, het gaat nu al wel weer wat beter. Ik heb gewoon kunnen sporten, dus wat dat betreft was dat prima. Maar ik had wat moeite gisteren met mijn spelletjes en met typen en zo. Maar goed, alles is weer gelukt. Gisteravond heb ik even de roer omgekeken en daarna Cupido of zo. Dat was heel erg leuk. En ik heb... een artikel geschreven en een nieuwe Netflix-serie gestart. Die heet Spoorloos, maar ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Want het speelt af in Frankrijk. Het is wel Engels gelukkig. Ik vind Frans altijd een beetje een moeilijke taal. Dus dat is op zich niet heel erg. Maar ja, ik heb niet zoiets. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Het is wel een miniserie van 6 afleveringen, maar oké. Prima. Ik heb daarna Witsen gekeken en dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga nu eventjes me klaar verder de spullen pakken, want mijn coach die komt zo. En dan praat ik jullie later nog even bij, want dan ga ik zo eerst even boodschappen doen. Dus ja, dat is voor nu eventjes de planning. Dus even een korte opening, want ze is iets eerder dan gedacht. Ik ben iets later, want ik heb nog even gebeld met mijn moeder en Nathalie. Was wel even leuk. Dus nou ja, goed. Dat eventjes. Dus ik zie jullie sowieso weer als ik
terug ben. Thuis. Het is ook al best wel een beetje donker, maar het is ook alweer wat later. Ik vond het vandaag niet zo prettig in de winkels. Het was heel druk overal. De 1,5 meter werd ook niet echt nageleefd. Dan probeer je dat zelf te doen, maar mensen gaan nog rakelings langs je heen. Dat vond ik allemaal niet zo heel erg fijn. Ik heb het niet als heel fijn ervaren, moet ik zeggen. Maar ik heb alles wel weer binnen. Ik ben ook klaar voor Sinterklaas, dus dat is top. Wij vieren niet echt Sinterklaas, maar ik breng gewoon even wat cadeautjes als het goed is. Of Nati komt ze halen, dat is nog niet helemaal zeker. En dan heb ik in ieder geval toch een aardigheidje voor hun. Want ja, dat hebben we eigenlijk er nu ingedaan dat lente natuurlijk nu er ook is. Maar goed, ik ben even bij de welkoop geweest, maar dat hebben jullie kunnen zien, want daar heb ik natuurlijk gevlogd. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Dus ik zal eventjes jullie neerzetten en dan zal ik even de boodschapjes laten zien. Bij de welkoop kwam ik dit bordje tegen en die heb ik gekocht, want die vond ik zo leuk. Die ga ik op mijn deur bevestigen, dus die ga ik mooi ophangen. Dus die eventjes, dat is mooi een klusje voor van de week. Oh, de camera gaat door, want er sprong een kat heen. Even de slaapwinkel waar ik die doel meegenomen, was 2 voor 4 euro. Ik heb spekjes. Ik heb gehakt. Ik heb hamburgers voor donderdag. Ik heb weer even de dark pads gehaald. En ook even de gewone pads. Want ik had net ook nog even een kopje koffie gedaan met mijn coach. Dus dan heb ik altijd mokka. Gewone sessioen in. Ik heb roestelontjes gehaald. Ik pak even die candela. Ik ben bij de boni geweest. Ook nog, maar dat komt zo. Ik heb weer eventjes bakken en braden. Een broccoli. En ik heb deze ijsjes. Die zijn zo fantastisch lekker. Met bubbel gold caramel. Die vond ik vroeger zo lekker. Die hadden ze nu weer. Dus die heb ik meegenomen. Katvoer. Ik kreeg een gratis boekje bij de Plus. Sinterklaas boekje. Deze is geschreven door Raymond. En die watches. Maar het is wel leuk om ook een keer een boekje te hebben. Als lente dan een keer komt, dan kunnen we een keer een boekje lezen. Dus dat is wel leuk. Dan heb ik ook eens een keer wat dingetjes als lente een keer komt spelen. Dan heb ik pakjes met maandverband gehaald. Want het waren bij de woning in de aanbieding 3 voor 5. Ik heb deze frietsaus meegenomen. Die was nu 1,50. 3 pakken sap. Dubbel fris, appelzwarte bessen. Ik had bijna geen sap meer. Dus die heb ik even ingeslagen. Aardappelschijfjes. Dan heb ik hier sinaasappelmandarijn. Die vind ik ook heel lekker. Patat. Zoals altijd. En dit is mijn favoriet, appelpersiksmaak. Die vind ik het allerlekkerste.
Ik heb ook Slimpy meegebracht. Ik ben heel erg van de Annak. En ik heb een keer bosvruchten gedaan. Die zit 0% suiker in. En ik heb deze gedaan. De sinaasappel. Die lijkt me ook wel heel erg lekker. Ik heb boontjes, maar de zak was een beetje overgegaan. Dat waren alle boodschappen. Dan had ik hier ook weer dingen, maar ik weet niet of ik daar nog van kan laten zien. Ja, de kuppensoep kan ik laten zien. En deze. De rest zijn allemaal cadeautjes voor Sinterklaas. Dus dat kan ik allemaal niet laten zien. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga dit eventjes opruimen. Ga ik nog even lekker relaxen. En dan ga ik straks douchen en eten. En vanavond kijk ik Bureau Hofstad. Dus daar heb ik wel weer zin in. En verder eigenlijk ook niet zo heel veel wat ik hoef te kijken. Dus ja, ik ga wel weer even verder met Spoorloos ook. Want ik ga toch wel even kijken of ik de tweede aflevering iets leuker vind. En als er dan echt niks voor me is, kan ik wat anders opzoeken. En vanavond Witse. Ik heb even een kaartje voor oma op de bus gedaan, omdat ze corona heeft. Wetenschapskaartje. Bij de pony hebben ze hele leuke kaartjes. Dus ik heb mooi een kaartje gestuurd. Ik vind dat toch wel even leuk. Vooral omdat ik nu hoorde dat een meneer die daar corona had, die is helaas overleden. Dan weten we niet of het door de corona komt of dat het wat anders is, maar je schrikt daar wel van. Dus ik hoop echt dat mijn oma heel snel genezen is van de corona. Dus dat is verder de planning. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf, op de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je dan in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!